Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Welkom op Papendal. Zullen we even lekker opwarmen? Ja. Soms lang geleden voor mij dat ik op deze baan heb gelopen trouwens. Ja, want jij hebt ooit 400 gedaan, ja, toch? Ja, klopt, ja. Ja. Heerlijk. Die eindeloze verzuring op dat laatste stukje. Ja, dat, ja. En wat betekent sport voor jou in drukke tijden dan? Nou, voor mij is sport echt de uitlaatklep. Dus ik moet echt 3-4 keer in de week sporten om gewoon mijn hoofd leeg te kunnen maken. Het is ook leuk om met andere mensen samen te sporten. Ja, en heel erg tegenstrijdig, want heel vaak zeggen mensen, ja, maar ik ben moe, dus ik ga niet sporten. Terwijl je er juist heel veel energie van krijgt. Juist, ja, precies. Heel belangrijk is om te bewegen, denk ik. Ik sta hier namens 10 miljoen Nederlandse sporters. Ik vroeg me af wat jullie met de politiek willen gaan betekenen voor de sport. Ja, sport en bewegen is natuurlijk super belangrijk voor onze gezondheid, omdat het ook leuk is. En we moeten ervoor zorgen dat iedereen kan sporten. Dus dat betekent in de buurt, in de wijk, zorgen voor voldoende ruimte om te kunnen bewegen. Als je gewoon de deur uitloopt, maar ook van jongs af aan sport promoten. Dus op school voldoende tijd voor bewegingsonderwijs, zodat kinderen ook lekker buiten kunnen spelen. Ik zie gewoon echt dat daar wel een probleem komt qua jeugd en de beweging. Wat ga je doen dat de jeugd zich ook breed kan ontwikkelen? Superbelangrijk dat kinderen gewoon ook in beweging komen en dat ze in aanraking komen met allerlei verschillende sporten. Het begint op school door gewoon goede gymlessen te geven, ook tijd te hebben om lekker naar buiten te gaan. Maar je ziet ook dat heel veel kinderen gewoon niet kunnen sporten omdat ouders het bijvoorbeeld niet kunnen veroorloven. Dus wij willen ook een jeugdsportfonds, zodat de sportabonnementen betaald kunnen worden. Zodat kinderen verschillende sporten kunnen ontdekken en hopelijk inderdaad minder op die schermpjes gaan zitten. Ik voel me nu wel af hier ontlopen, hoor. Ja, heb je nog tips? Hoe is het voor jou om weer terug te zijn hier op Papendal? Ja, voor mij was dit weer mijn eerste rondje nadat ik officieel gestopt ben. Dus, eervol om nooit uit te redden. Nee, het voelt wel echt een beetje als mijn tweede thuis. Ik heb hier zo onwijs lang getraind. Het is zo'n mooie topsportwereld hier. En ik was eigenlijk wel benieuwd wat jullie met de politiek gaan doen voor topsport. Ja, topsport is super belangrijk. Het is natuurlijk een enorm uithangbord voor Nederland. We moeten dus in Nederland ook blijven investeren in de topsport. Bijvoorbeeld voor topsporters met een A-status de financiële kant beter regelen. Maar ook grote toernooien en evenementen naar Nederland toe halen, omdat dat enorm helpt om die topsport ook weer een boost te geven. Ja, en dit soort geweldige locaties als Papendal en ook in Apeldoorn en op andere plekken, ja, daar moet je gewoon zorgen dat de faciliteiten op orde zijn. Dat is echt heel lang geleden. Ja, dat was het al. Ja, dit is echt wel iets wat je gewoon nooit gedaan hebt, dat zie je gewoon. Nou, Daphne, dankjewel voor de training en vooral ook voor de starttraining, zojuist. Ja, ik vond het superleuk dat je er was en sport gaat niet vanzelf. Ik wens je heel veel succes in de aankomende periode en wie weet tot later een keertje nog een rondje. Is goed, en we zullen sporten niet vergeten. Zeker. Oké, thanks.